lieve kinderen, het is alweer woensdag. Vandaag kwam de Leidse glibber langs om zijn verlanglijstje in te leveren. En we schakelen meteen even over naar het kasteel om te kijken hoe dat ging. Lekker goed bezig hoor, Hoofdpiet. Hé, hey, Leidse glibber. Ik kan zo daar komen als je in het raam kijkt. Ja, je kent me, hè. Ja, als ik iets schoonmaak, dan moet het wel blinken. Ja. Maar wat brengt jou bij het kasteel? Ik kom mijn verlanglijstje inleveren. Ik wil dit jaar een nieuwe camera hebben. Begrijp het. Vind ik ook heel belangrijk. Ik stop met schoonmaken. Ga je mee? Hoofdpiet. Hoofdpiet. Hallo. Waar ga je naartoe? Ik heb even iets belangrijks te doen. Weet je wat ook belangrijk is? Nou? De trapwegen. Alsjeblieft. De trapwegen. Leidse glibber, loop ik met u mee. Gaat u met mij mee? Heel graag. Ja? Dag Hoofdpiet. Succes, hè? Dag. Ja. Dag Hoofdpiet. Kom maar hoor. Ja. U kunt er linksaf. Succes, hè, Hoofdpiet? Hoe kan je een Hoofdpiet nou de trap laten vegen? Toch helemaal geen tijd voor. Stomme corvée. Hoofdpiet moet duidelijk nog even wennen aan de verdeling van de taken van Huispiet. Ondertussen denkt Sleutelpiet nog steeds dat hij de sleutel kwijt is. Misschien dat Magic Piet die sleutel wel terug kan toveren. Ah, die Magic Piet. Heb je heel even tijd voor me? Nou, ik tover wel wat tijd. Maar wat kan ik voor je doen? Kan je iets voor mij terugtoveren? Nou, meestal lukt dat wel, maar laatst ging het fout toen ik Magic Piet zijn stem terug moest toveren. Hahaha, dat verhaal kennen we nou wel. Ik ben een hele belangrijke sleutel verloren. Als jij die even terugtovert, dan is alles weer in orde. Ik ben bang dat dat niet gaat lukken. Meestal als ik het zelf wegtover, dan kan ik het daarna wel weer terugtoveren. Maar dit? Oeps, dan heb ik nog steeds een heel groot probleem. Welke belangrijke sleutel ben je dan kwijt? Dat kan ik je echt niet vertellen. Want als Sinterklaas dat hoort, dan kan ik nog voor pakjesavond terug naar Spanje. Nou, daar zit er maar één ding op. Dat is verder zoeken op het kasteel. Heb je al in de was gekeken? Dan ga ik dat doen. Dankjewel. Succes. Laat nou zitten. Sleutelpiet weet nog steeds niet dat Pietinootje de sleutel heeft. Volgende keer als we hem zien, dan moeten we het hem denk ik maar gewoon vertellen. Wij gaan nu door naar Piet Martino. Hi, Piet Martino. Hoi, Anneleen. Wat leuk dat ik mag inbreken in de uitzending. Jij altijd, Piet Martino. Ik heb begrepen dat jij een leuk filmpje voor ons hebt klaarstaan. Ja, dat klopt. Ik heb dit jaar een nieuw lied gemaakt met Hey Sinterklaas. Oh, maar die kennen we wel. TikTok Piet die doet elke aflevering een liedje op Hey Sinterklaas. Wat een superleuk lied is dat. Ja, maar dat weet ik al dat zij dat doet. En wat doet ze het leuk, hè, die TikTok Piet. Maar bij het liedje hoort ook een wijze leuke videoclip. Dus jongens en meisjes, zet je tv maar goed hard en dans maar gezellig mee. Hey Sinterklaas. Kom naar een feestje en zwaai maar met ons mee. Hey Sinterklaas, kom met ons dansen, wij hebben speculaas. We springen en we zwaaien op de muziek van DJ Piet. Blij dat ze weer hier zijn, Sint en Pieten van ver over zee. Piet Martino, Piet Martino, geef het teken, wij doen mee. Hey Sinterklaas, kom naar het feestje.
vrienden uit de maat. Oh oh, Piet Martino, Piet Martino, doorgaan tot het licht uitgaat. Hey Sinterklaas, kom naar het feestje. We springen en we zwaaien naar Sinterklaas! Hey Sinterklaas, kom naar het feestje en zwaai maar met ons mee. Hey Sinterklaas, kom met ons dansen, wij hebben speculaas. Hey Sinterklaas, kom naar het feestje en zwaai maar met ons mee. Kom met ons dansen, wij hebben speculaas. Kom naar ons feestje en zwaai maar met. Oh, clip is al afgelopen. Hij is wel echt heel gaaf. Ik weet zeker dat die Piet Martino heel veel views op gaat leveren. Onze tijd voor vandaag zit er weer op. Maar volgende keer zijn we er natuurlijk gewoon weer rond 4:30, zoals je van ons gewend bent. We sluiten ook deze aflevering af met TikTok Piet, die een TikTok heeft gemaakt op het liedje Hey Sinterklaas. Wie zou ze deze keer zover hebben gekregen om met haar mee te dansen? Ik zeg alvast wel te rusten voor straks en tot de volgende keer. Doeg! Hey Sinterklaas, kom naar een feestje en zwaai maar met ons mee. Hey Sinterklaas, kom met ons dansen.